Zag, Tony Pino met weer een vlog. Dit is het open veld. En hier moeten we de bossen in. Want we gaan op zoek naar een spechtenboom. En hier zijn aan het eind van dit pad. Wow, het wordt hier een heel stuk donkerder in het bos. Kijk dan, het is hier gewoon helemaal dicht begroeid. Kijk dan wat hier ligt. Kijk dan hoe dicht dat is hier. Kijk, het heeft geregend. Oh, moet je die boom zien hier? Zie je dat? Hij is echt mega. Kijk, hier heb je er gewoon nog één staan. Hij is echt groot. Aha. Boom nummer 3. En als het goed is, moet hier de spechtenboom zijn. Dat is een half afgeknakte boom met gaten erin. En ik heb op internet ook gezien dat er een slang in zat. En niet hier in Nederland, maar in de spechtenboom. Daar is die. Ja, kijk dan. Al die gaten. Ah, kijk, dan kun je zien dat hij daarnaast geprobeerd heeft om te kloppen. Om te kijken of dat die boom hol is. En je ziet het, dit is het resultaat. Oh man. Gaaf. Even kijken wat we gaan doen als we dit pad aflopen. En we gaan die kant heen. En dan weer die kant. Dan kom je op een gegeven moment bij de waterbron uit. Dat gaan we niet doen, dat is te lang voor de vlog. Kijk dan, jongens. Moet je nagaan als er nou ineens een beest uitkomt. Gaaf, jong. Een hele oude, omgeknakte boom. En er zit gewoon een specht in. Gaaf, jong. Ik weet hier nog wel een boom in de buurt. Ik weet niet of ik de video er al op gezet. Nee, nog niet. Het kan zijn dat hij op deze camera staat, op deze kaart. Dat ik de spechtenboom vind. Met de jonge spechten erin. Die zal ik wel, als ik eraan denk, na deze video erop zetten. En anders zet het maar even in de comments beneden. Dan ga ik hem gelijk opzoeken. Kijk dan. Deze rare boom. Waar zou het verdienen? Kijk dan, die zon staat op een hele speciale stand. Zo ziet het eruit. Maar kijk, hier heb je de oude waterput van vroeger. Was in het water altijd uit de grond aan je pompen. En het is weg. Want de waterzuivering bestaat niet meer. Dus dit hebben ze ook niet meer nodig. Wow, kijk dan. En als je dit pad afloopt, dan kan ik jullie ze dadelijk ook wel laten zien. Het eind van dit pad ga je links. Daar stond vroeger de waterzuivering. Die hebben ze weggehaald. Er staat niks meer. We komen nu van de andere kant.
Is dit wel een goede pad? Ja, dit is het goede pad. Ja, kijk dan, er is weer voetbal op tv. En dat betekent dat er gewoon helemaal niemand in het bos is. Zie je dat? Hoe ver je ook kijkt. Geen mensen. En dat is altijd zo. Ja, en waarom zou ik een video uploaden als er voetbal op tv is? Want dan kijkt er toch niemand. Dus daarom kan ik op dat tijdstip beter een video gaan maken. En dat is nu dus. Kijk. Hier kom je dus bij een pad uit. En zoals je ziet, allemaal hertensporen. Waar je kijkt, zie je dat? Overal eigenlijk. Wow. Kijk, hier heb je een pad. En daar stond de waterzuivering. En die is weg. Er staat gewoon helemaal niets meer. Zie je dat? Wow, best wel triest eigenlijk. Want hier was die trap omhoog naar de zuivering. En je ziet dit. Dit is het resultaat. En mocht je iets van muziek horen, dat komt vanuit het dorp. Dat is hier dicht in de buurt. Dan zijn ze aan het feesten met een of andere kar. Wow, hier stond hij gewoon. Daarachter was het huisje van de trouwe kameraad. En wat je nu midden in beeld ziet, dat was de politiehondentraining en de hondenhokken. En die zijn ook weg. Maar ik snap alleen één ding niet. Waarom ze dit bos verder uitgekapt hebben. Dus het zou heel misschien kunnen dat hier nog een pompstation komt. De kans is klein, 2 pompstations, daar en hierheen. Maar het zou kunnen. Maar ik ben me er niet helemaal zeker van. Maar waarom hebben ze dit bos dan verder weggekapt? Dat is wel één ding wat heel vreemd is. Kijk, dat doen ze natuurlijk allemaal met een reden. Want ze gaan niet zomaar een stuk bos wegkappen, voor niets. Kijk, je ziet hier de sporen van de graafmachines nog. En hier op deze plek waar ik nu stond, daar waren de hoogspanningskasten waar ik de laatste keer in was, toen ik die video maakte. En je ziet dit, het hele pompstation is gewoon weg. Kijk, hier stond dat ding met die uitlaat en die 2 ronde bakken. En daar stond dat witte kastje. En hier stond het huisje van de trouwe kameraad. En daar stonden de hondenbakken. En daarachteraan had je de plankjes waar ze overheen deden springen. En het huisje met de bijtpakken stond daar ook nog. En die is ook weg. Mij benieuwen wat er gebeurt als je hier met een metaaldetector gaat zoeken op deze plek. Ik heb hier, op deze plek, heb ik vroeger een keer met een metaaldetector gezocht. En dat was, dat weet ik nog heel goed, dat was precies hier voor de ingang van het huisje, wat nu dus weg is. Hier heb ik dus munitie gevonden, op deze plek. Vrijwel zeker hier waar ik nu in wijs. Kijk, de controledienst is net geweest en nu komen wij. Kijk. Een ooievaarsnest. En de zandberg is ook al een stuk kleiner geworden. En ze hebben hier gewoon een heel nieuw pad aangelegd. Van die kant tot na de waterzuivering toe, de nieuwe waterzuivering, tot aan de N-weg. Het is geen snelweg. Dus dat is wel mooi. Ik weet niet of dit zo blijft. Of dat er nog asfalt komt, ik denk het niet. Maar je weet maar nooit. Trouwens, wie weet of dit voor een ooievaar is. Of voor andere dingen, want kijk goed. Zo ziet het eruit. En als ik hier iets verder naartoe ga, dan kun je ook zien dat er een klein luikje in zit. Kijk maar. Daar.
Zie je dat? Dus wie weet voor wat voor een beestje dit is. Zwaluwen, geen idee. Vleermuiskasten zien er echt anders uit. Maar goed. Dan laat ik jullie nog eventjes de waterzuivering zien. De nieuwe dan. Het nieuwe pompstation. Als het open is, ga ik echt een keer binnenkijken met de camera. Ik denk dat dat wel erg mooi is. Kijk, daar is die dan. De zuivering. En zoals je ziet, hebben ze echt hier een nieuwe weg gemaakt. Gaaf, jong. Oh, ik kan eigenlijk niet wachten totdat die brandnetels hier hoog zijn, want dan kan ik ze plukken. En je ziet het zijn er heel veel. Maar daar ga ik zeker nog een keer een aparte video over maken, wat ik ermee ga doen met die brandnetels. Maar dat duurt nog zeker 4 weken, denk ik. Of het moet heel hard gaan regenen. 3-4 weken sowieso. Kijk maar, want ze moeten nog een heel stuk groeien. Zo ziet het er nu uit. En daar is het pompstation. Ah, kijk. Een luchtballon. Gaaf. Op de mokerheide heb ik er een paar zien landen. Een aantal meters voor mij gebeurde dat. Maar toen had ik nog een andere camera. Gaaf. En je ziet het, hier stond vroeger altijd een koeienbak waar de koeien water uit deden drinken. Die stond hier op dit punt en die hebben ze ook weggehaald. Hier stond die. En die hebben ze, als het nou goed is, hebben ze die daar neergeplaatst. Ja, daar staat hij, kijk maar. Ze hebben hem gewoon verplaatst. Midden in beeld. Oh, de boer is wel een heel stuk land kwijt. Maar ja, die zal wel uitgekocht zijn, denk ik. Oké dan. Ik vind wel raar dat ze dat pad daarheen gemaakt hebben. Dus het zou kunnen dat ze deze weg hier dwars door de struiken maken tot aan het pompstation. Dat zou kunnen. Of het is gewoon voor deze pompput. Maar waarom die kant? Geen idee. Kan zijn voor grote vrachtwagens. Wij moeten nog een heel stuk lopen, jong. Wij moeten die kant lopen. Tot daar achteraan die berg helemaal. En dan moeten we naar beneden. En daar is ergens een kleine stad. En daar hebben we ons busje staan. Dus dat wordt waarschijnlijk ruim na zonsondergang. Voordat we daar aankomen. Ja, als je een heleboel video's terugkijkt bij mij. Dan zie je dat ik hier naar beneden ben. Terwijl ze dit geplaatst hebben, dat ding. Dan zie je ook de glasvezelkabel. Die loopt hier recht het bos in. Oh, dit is wel gaaf. Ik wist ook nooit dat daar omhoog liep. Nu weet ik het. Ja, wij moesten hierin. Kijk. Dat is dus dat paaltje waar ik die bijzondere rups op gefilmd heb. Ik zal de link van de video hier even onder zetten. Van de rups.
Dit is gewoon helemaal een nieuwe weg, jong. 3 weken geleden bestond dit nog niet. Kijk, en hier is de gloednieuwe drinkbak van de koeien nog niet aangesloten. Kijk. En zoals je ziet, het staat nog uit. En wat gaan wij doen? Want wij moeten hier eigenlijk overheen. Maar dan moeten we de video gaan beëindigen. Want wij moeten... Nee, wacht. Wat gaan wij doen? Wat gaan wij doen? Ja, wij moeten deze kant heen lopen. Maar als wij dat doen, dan wordt de vlog te lang. Dus wij moeten gewoon deze kant heen. Want ik wil eigenlijk nog eventjes kijken bij mijn geocache. Of die er nog ligt. En dat gaan we nou denk ik doen. We hebben een probleem. Want hoe doen we dat met de camera? Wacht, wij droppen even onze tas hier neer. Zo. En dan zetten wij de camera heel eventjes hierop. En dan gaan wij proberen om over het prikkeldraad te kruipen. Oh, het is ons ook nog gelukt. Kijken. Niks laten liggen? Nee. Oh, vet. Kijk. Hier is dus dat paaltje. Hier zat dus een plaatje op. Die is er nu af. Waar ik die rupsen gefilmd heb. Focus on Helena, het kanaal daarvan. Die heeft de naam van die rupsen... goed geraden. Dus ik wist niet wat het was. Ik heb gezegd van, ja, mocht iemand weten van wat voor merk rups dit is. Wat voor ras bedoel ik. En toen kwam zij met de juiste naam. En het is blijkbaar ook nog een zeldzame. Ze heeft er dacht ik ook bijgezet dat die in bomen leefde of onder de schors van de bomen. Maar in ieder geval, het was een gele rups met haren. En een soort van... ja, rode hoorn had hij voor op zijn kop. Heel vreemd. Ik had zoiets nog nooit gezien. Dat was wel gaaf. Dit is trouwens de boom waar de specht in zat. En je ziet het, ze hebben hem omgezaagd. Nou hoop ik, omdat er voetbal op tv is, dat er niemand is bij dat pad. Want dan kunnen wij een kijkje gaan nemen bij onze geocache. Of dat hij er nog ligt. Oké dan. Ja, we zijn helemaal alleen. Kijk, daar komt niemand aan. En daar komt niemand aan. En dat heb je alleen als er voetbal op tv is. Ja, de normale bewakingsdienst die rijdt hier wel iedere avond. Laatst kwamen ze achter me aan, hè? Toen reed ik weg, toen zaten er daar, bij die parkeerplaats, zaten er een paar hardcore gasten met z'n allen in een auto, een blauwe Volkswagen was het. En daar reed ze voorbij. En mij kwamen ze achterna. En op een gegeven moment sloeg ik een weg in en toen sloeg hij de andere kant op. En wij moeten dus hier ergens het bos in. Ja, daar is het pad al. En dan gaan we eventjes kijken of dat we bij onze geocache uitkomen. En daar gaan we nu mee beginnen. Maar toch nog altijd om je heen kijken of dat je niet gevolgd wordt, hè? Kijk, dit zijn ook altijd van die stukken bossen waar ze wildcamera's plaatsen. Kijk. En als je dan hier gelijk links gaat, die kant op. Kijk, dan heb je hier in het bos. Wat zit daar? Er zit wat. Ja, zie je dat?
Het is een vogel volgens mij. Of niet? Ja, het is een vogel. Hij vloog weg. Kijk, hier heb je dan opeens zo'n open stuk midden in het bos. Wat is dit? Wow, de kleurverschil. Kijk dan hoe dicht het hier al wordt. Zie je dat? Kijk, en als je hier voorbij loopt en je gaat hier gelijk linksaf en dan is het nog een paar meter lopen en dan kom je bij mijn geocache uit. Hier heb je dan de houtwal en daar ligt hij dan. Even kijken hoor. Kijk, hij ligt er nog steeds. Zie je dat? Hier ligt de geocache. In dat potje. En hier ligt een fles met pistaches. Als test geocache. Maar je ziet dit, hij ligt er nog steeds. En wij gaan eventjes hier dwars door het bos lopen. Dan gaan we eventjes kijken of dat we bij een pad uitkomt. Wow, dit keer is het wel heel erg dicht. Hierachter moet een bospad lopen. En dan kunnen we gelijk eventjes kijken of dat we bij het grote vogelhuis uit kunnen komen. En dan moet ik alleen rechtdoor lopen. Want anders verdwalen we. Wat nu al niet gaat lukken, zo te zien. We zitten aardig op koers. Het heeft wel overal enorm veel geregend. En waarschijnlijk ben ik nu al de weg kwijt. We hebben een geocache hebben we gevonden. Even kijken hoe we dat gaan doen. Hierheen. Ach kijk, ik zie de weg al. Daarachter loopt die. Kijk. Hier is het. Kijk, hier kom je dus bij een pad uit. Wow, we kennen iedere millimeter in het bos, jong. Normaal iemand zou verdwalen, en wij niet. Oeh, ik krijg het warm van. Oh, als het maar iets oneffen terrein wordt. En dan ook de spanning erbij dat de boswachter je kan pakken. Dat is altijd wel heftig. Dan krijg je zo'n adrenaline kick. En dat heeft bij mij hetzelfde effect als 3 Red Bulls volgens mij. Maar goed. Wow. Wat liep dat nou? Volgens mij iemand met een paard. Met een wit paard komt daar voorbij. En dat is ook de plek waar het vogelhuis is. Even kijken. En mochten mensen weten voor welk beest dat is. Wow, kijk dan die groene kleur hier. Dan staat het ook eventjes onder de video. Even kijken, als het goed is, moet hier ergens een vogelhuis, een mega groot vogelhuis, in de boom zitten. Even kijken hoor, waar die zit. Ja, ik zie hem al. Zit erachter, zit hij. Even kijken of dat we hier een ingang kunnen vinden. Hier moeten we dus in. Kijk, hij zit hier gewoon. Als ik hier nou doorheen loop. Kijk. En ik ga hier langs. En dan zeg ik 3, 2, 1. Daar is die. Wow, hij is echt groot. Zie je dat? Wie weet voor wat voor beest dat is? Zet het even onder deze video. Ik heb geen idee.
Het is wel een kolossaal ding. Het is wel gaaf. Oh, zo'n groot vogelhuis, daar kom je niet iedere dag tegen. Maar goed, we gaan de vlog zo dadelijk weer beëindigen. Oh, na die regenbui is het wel extreem groen geworden in het bos. Zo in één keer. En trouwens, ja, daar was iemand met een paard. Kijk maar, je hebt hier de sporen nog staan. Die boom daar, dat is de spechtenboom. Maar daar kunnen we nou niet heen gaan, want ik heb nog maar 3 minuten om te filmen. Dus dat is wel jammer. Dat doen we de volgende keer wel een keer. Ik zou zeggen, tot de volgende vlog maar weer. Doei!